Ja, maar de mens is dus ook niet consistent. Hè, we willen allemaal zo goed mogelijke zorg en er zo min mogelijk voor betalen. Ja, dat gaat gewoon niet altijd samen. Ja, er zijn een heleboel verschillende modellen en het verschilt natuurlijk ook of je het hebt over de ouderenzorg of over waar je je heup wil laten vervangen. Ik bedoel, in het ene geval kun je wel iets met de concurrentie, in het andere geval zal het je worst wezen. He, dus het hangt heel erg aan waar je het precies over hebt, maar als je het nou heel algemeen bekijkt, er zijn eigenlijk drie hoofdmanieren waarop je met onderwerpen als winstmotieven in de zorg of concurrentie in de zorg om kunt gaan. Het eerste hoofdmodel is dat je zegt, ja, we gaan een soort compromis sluiten tussen wat we politiek publiek wenselijk vinden. Het moet voor iedereen betaalbaar blijven en beschikbaar blijven en een beetje in de buurt blijven. En die private krachten die op concurrentie en winstmotief drijven, we gaan een soort compromis sluiten en ergens in het midden komen we elkaar tegen. Dat noem ik het hybride model. Daar ben ik niet zo van onder de indruk, want alles verwatert. Het heeft eigenlijk de voordelen van het echt private niet en ook de voordelen van het echt publieke niet. Dus je moet enorm uitkijken. Het tweede model is dat je zegt, hoor eens, de hoofdlijn van mijn model is echt dat die publieke waarde, dat het voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn, bovenop staan. Maar ja, als private partijen kunnen helpen om dat te realiseren, dat is het net alsof je een aannemer inhuurt, dan zet je ze daar ook gewoon voor in en dan mogen ze er ook geld aan verdienen, want we worden er allemaal beter van. Dat is een soort onderaannemersmodel. En het derde model is dat je zegt, nou, we hebben een model waar ik niks te maken wil hebben met winst en met concurrentie. En al het andere, daar mag de private sector gewoon zijn gang gaan. Dan heb je dus eigenlijk een gereguleerd en publiek niet-winstmodel parallel aan een heel erg vrij en wel commercieel model. En dat model heeft wel een risico, namelijk dat commerciële deel van het systeem zo sterk en aantrekkelijk wordt dat het langzaam dat publieke deel leegzuigt. In Duitsland is 1/3 van de ziekenhuizen geprivatiseerd. Wat zijn daarvan de resultaten? De resultaten zijn dat een heleboel slecht lopende ziekenhuizen opeens goed lopende ziekenhuizen zijn. Nu ze zijn overgenomen door private partijen. Dat die partijen ook in termen van hun financiële prestatie het beter lijken te doen dan publiek gerunde ziekenhuizen. En dat er in toenemende mate informatie beschikbaar komt dat ze het ook op het gebied van de kwaliteit beter lijken te doen. Is de discussie over marktwerking in de zorg ook niet een discussie over ethiek? Ja, het speelt allebei een rol. Kijk, je wordt in de zorg geholpen door dokters die een inkomen verdienen en die gebruiken materialen waar gewoon door commerciële bedrijven worden geleverd. Het is een wereld die barst van de winst en van het ondernemerschap en ook van de ethisch en professioneel gedreven mensen. Dat zit er altijd allebei in. En de kunst is natuurlijk om die balans te bewaren. Hè. Ik denk dat een heleboel patiënten, als ze voor een levensbedreigend probleem staan en geholpen moeten worden, zal het bij wijze van spreken worst wezen wat de specialist verdient, als ze er maar levend uitkomen. Hè. Dus mensen denken daar echt wel genuanceerd over. Maar uiteindelijk, bottom line, gaat het in de gezondheidszorg natuurlijk om hele fundamentele vragen die te maken hebben met hoe je met de vermijdbare dood omgaat, hoe je met ouderdom omgaat, hoe je met pijn en lijden omgaat en hoeveel je ervoor over hebt om dat steeds maar weer proberen naar achteren te schuiven en te vermijden en op te lossen. En in een heleboel opzichten is ons kostenprobleem in de zorg natuurlijk ook verbonden met die vraag. Want ja, als we steeds maar langer willen blijven leven en steeds maar dat moment verder weg willen schuiven en de nieuwste technologieën daar ook eindeloos voor aan willen laten rukken, als dat de heersende moraal is, zowel bij de gebruiker als bij de arts, dan kost dat inderdaad heel veel geld. En het is wel heel interessant om nu te zien hoe steeds meer ook vanuit de medische professie zelf, met name met oudere patiënten, het gesprek gevoerd wordt van ja, mevrouw, wat wilt u? We kunnen nu een hele ingewikkelde ingreep gaan doen. En u bent 93 en u leeft dan misschien 6 maanden langer, maar met allemaal infusen en veel bezoek aan het ziekenhuis. Of we doen het niet en u heeft nog 3 maanden tijd om leuke dingen met uw kleinkinderen te doen. En dan heb je de afruil tussen kwaliteit van leven En verlenging van het leven goed in beeld. En ik geloof dat politici en verzekeraars daar een beetje bij weg moeten blijven, maar dat de arts in zijn vertrouwensrelatie tot de patiënt dat gesprek wel moet hebben.